Wie het dichtst bij een bepaald bedrag komt, die mag alles hebben wat hij in zijn mandje heeft. Die kinderen die zijn net helemaal niet lekker vandaag ook. Sorry. Die is wel heel leuk. Je weet niet eens wat het is of wat? Nee, maar maak mij niks zo. Ik heb gewonnen. Je hebt gewonnen, denk ik? We zijn goed bezig, niet, Sam? Ja. Zie je, yes, hè. We zijn de drie musketeers. Allemaal bedragen, ja. 200 euro, 300, ja. 500, en 500. Is, en dit is het veelste. 750. Ja. En waar het opkomt. Ja? Ja, echt onder. Of, ja, onder. Wat meest in de buurt komt. Ja, dat is het bedrag. Wat je gaat uitgeven in welke winkel? Bij de speelgoedwinkel. Ja, we gaan hetzelfde doen, maar nu bij de speelgoedwinkel. Ja. En wie het dichtst bij een bepaald bedrag komt, ja, die mag alles hebben. Wat hij in zijn mandje heeft of in zijn tas. We moeten even kijken hoe we het doen. Ja. Oké, okay, dat was een beetje discussie met mama. Mag ik eerst? Dit ging er wel, maar ik hoop echt niet. Want dit, dan zijn we gelijk arm, jongens. Even kijken, wie heeft er de vorige keer gewonnen? De vorige keer met de snoep heeft Sam gewonnen. Dan mag nu Jesse draaien. Kom, oké. Okay. Yes, nou hij gaat draaien. Sam, wat hoop jij wat het wordt? De veelste. De veelste, en welke was dat? 750, wat hoop jij? 750 heb jij en het wordt... Ja, 500. Nee, 50. Ja. Ah, 50 euro. Jawel, 50. Ja. Euro. Nou, jullie mogen voor 50 euro gaan shoppen! 500! Nou, oké, dan doen we het overnieuw. Oké. Oh, Pip, even niet doen. Ja, Pip saboteert de boel een beetje. Ja. Oké, Jesse, wat hoop jij eigenlijk dat het wordt? Welk bedrag? 750. Nou, dat gaat hem niet worden, denk ik. Ja, 500. 500. 500. Gaan jullie voor 500 euro spullen kopen? Ja. Oké. Oké. Nou, ik weet nog niet hoe ik dit aan mama ga uitleggen. Oh, Pip gaat ook even draaien. Ja. Nou, als mensen nog geen abonnees zijn, hebben ze nu even de tijd om te abonneren, ja, toch? We wachten even. Nee, zij zijn eindelijk. 3, 2, 1. Ja, zij gaan snel naar de Intertoys. Oké, okay, we zijn nu bij de Intertoys. We hebben voor de Intertoys hier een wieger gekozen, want die is wat groter dan de Beuningen. Ja. Oké, okay, jullie mogen dus voor hoeveel geld mochten jullie nou iets gaan halen? 500. 500 euro. Nou, en één ding is, zijn jullie het echt over eens, hè? Want binnenkort is de verjaardag van Pip. Ja. Twee nachtjes slapen. En DJ set. Ja. Zullen we naar het vier? Nee, we zijn nog aan het praten. Ja, ik kan. Ze zijn zo druk, jongens. Echt, hoor. Oké, okay, dus daar zijn we het eigenlijk een beetje over eens. Ja. Nou, weet ik niet of ze hem hier hebben liggen. Op de site staat hij wel, dus ik weet niet of ze hem hebben. Daar gaan we even naar kijken. Ja. De bedoeling is dus, wie het dichtst bij de 500 euro zit, die mag alle spulletjes die ze in een mandje, want we gaan hier zo'n krat hebben. Dat is zo vervelend. Elke keer als Jesse van mijn knie af gaat, dan flink ik naar achteren. Hou op, Jesse. Ah, Jesse, je bent echt heel... Hij is echt vervelend. Nou, we doen het even zo. Jullie zijn echt vervelend. Nee, echt. Nee, we zijn niet vervelend. Nee, maar ik wil het even uitleggen. Oké. Wie het is bij de 500 euro dus. Ja. Ja? En wie dat is, mag alles hebben wat die heeft gekocht. Ja, dus ja! We krijgen een krat hier zo. Die van 500 euro is superveel. Oké, met wie gaan we beginnen? Met mij. Wie met jou? Nee. Even wat bespreken. Dat is een bespreking waar ze niet uit gaan komen. Vorige keer was Jesse. Jij bent nu aan de beurt, oké? Ik ben in Minecraft. Je moet me beschermen voor de zombies. Oké, nou die kinderen die zijn net helemaal niet lekker vandaag ook. Sorry. Auw! Nee, er zit gewoon iemand in die. Er zit een hoofd in die box. Kijk, Sam is ook niet helemaal lekker. We gaan nu beginnen met jou. Er zijn een paar regeltjes. Ja. Je moet voor 500 euro, zo dicht bij de 500 euro moet je komen. Je weet het, hetzelfde als met die snoepje als vorige keer. Maar het moeten wel minimaal 10 stukken speelgoed zijn. Nee, geen snoep. Minimaal 10 stukken speelgoed. Dus je mag niet bijvoorbeeld een spelcomputer halen van 500 euro. En je krijgt 10 minuten de tijd om het te zoeken. 10? 10 minuten. Wie gaat er winnen? Ik.
komt. Ik wil heel graag de DJ zijn. Ja, maar die wil Sam ook, toch? Jij wil ook heel graag een DJ zijn. Jullie zijn... beginnen? Oh, ze wil gaan beginnen. Heb je al ideeën wat je gaat halen naast die DJ-set? Heb je nog meer ideeën wat je wil of nog niet? Wel? Ja. Oké. Ben je er klaar voor? Klaar voor de... klaar voor de start. Klaar voor start. En dan gaat hij hoor. 10 minuten tijd te zingen aan. Die, voor Pip? Nee, voor mij. Oké. Wie is dat? Mag je die DJ-set? Deze DJ-set? Ik had niet gedacht dat het 350 euro was, hè? Er moeten nog 350 euro? Ja. Voor een DJ-set? Ja. Die is normaal 100 euro, toch? Zo'n andere, zo'n nee. Kleintje. Sam, ik ga er eens naast aan. Die set is groter dan dat jij bent, mijn vriend. Kijk, dat is even groot. Nee, ik hoop dat ik er nog bij kom. Als ik, mag ik hem? Nee, ik aankopen, hè? Maar, jongens. Ja. 350 euro. Oh, nog een voorwaarde. Hij moet wel in het kratje passen, dus succes. Ja. Dan gaan we het krijgen, hoor. Sam, ik help je mee. Ja, ik zal deze even afhalen. Hop, hop, hop. Sloot in het voelje. Sorry, tractor. Oh, wacht. Sam, maar je kan ook deze doen. Kijk eens. Oh my god. Sam? Meisje, jij kan wel zo kijken, maar ik denk dat dit niet echt een goede is voor ons. Ik denk dat dit toch iets beter is. Ja. Oh, dat... ja. Huh? Wat dan? De bakketjes lopen. De bakket. Hij doet de bakketjes. Ja, maar... Oh, dan moeten we die doen. Nee, het is nog... En dan zijn we 35 uur, dan zijn we klaar. Nou. Nou, oh, nee, dat lukt niet. Je hebt nog maar 1 minuutje, Sam. Echt? Nee, grapje. Kussentje erop. Oké, nou, het kratje is vol, hè, jongens. Ja. Oké, Sam, pak je kratje weer en verder gaan. Je moet tot de 500 euro. Let's go. En Sam gaat weer vandoor. Ja, ik ga weer. Yo. Kijk, en een paar lolballen, want we doen altijd mega veel mee. Yes, en nog meer. En als je denkt dat je bij de 500 euro bent, dan moet je stoppen, hè? Ja. Oké, en verder. Kijk, en springende muizen. Kijk, hop. Ja, hier hebben we 4 minuten. Go! Waar gaan we heen? Wow, voor iemand die niet meer zo van een roos is, heb je aardig veel roos gekocht, hè, vriend? Die is wel heel leuk. Oh. En ook nog deze. En nog een aap erbij, ja. Ja. Zo, wat is nummer 4? 50 of 500? 500. Ik ben ook klaar. Oké, dan gaan we brengen we even daarheen. Dus jij denkt dat je nu het dichtst bij de 500 euro zit? Ja. Ik hou van Engel. Ja, maar je hield er niet meer voor. Laatst zei je, roos is niet meer voor jongetjes. Ik kan nog van Engel. Maar één oor is heel leuk, helemaal top. Ik zit het dichtstbijste, denk ik. Jij zit het dichtst bij de 500. Ik heb ook deze. Jesse. Zit hij dicht bij de 500 of zit hij er lager of hoger? Lager. Lager, denk jij? Nee. Oké, Jesse. Ja? Je hebt je krat. Ja. Je weet de regels, 10 minuten, minimaal 10 spulletjes. Het is bij de 500 euro. Ja. Ga je winnen van Sam? Ja. Ben je er klaar voor? Ja. De tijd gaat nu in. Ik heb die al. Ook de DJ-dinges. Ja, helemaal goed. En verder. 350 euro? Ja, 350 euro. Ja, maar je mag niet gaan rekenen. Hè? Je moet gewoon lekker gewoon dingen pakken. Ja, deze kant op. En daar is hij. Hij gaat naar de boeken toe. Hij gaat niet naar de boeken toe. Hij loopt regelrecht naar de... Hot Wheels, daar waren we net, hè, vriend. Godsamme. Oh, autootjes. Oh, en nog meer autootjes, tuurlijk. Want 10 auto's is niet genoeg. 20 auto's ook niet genoeg. 100 auto's ook niet genoeg. Wat? 100 auto's ook niet. Oh, dit wordt een heel erg. Ik denk niet dat die veel verder komen in deze winkel. Behalve bij de Hot Wheels auto's. Oh jee, nou ziet Jesse wat hoor. Die hebben we toch al? Alleen de kleine versie. Oh, dat is een niet lezen kunt. Ja. En goed nadenken, Jesse, als je denkt dat je bij de 500 euro in de buurt bent, dan moet je stoppen, hè? Kijk, pijltjes, want dat hebben we zeker nog niet genoeg. Ja. Pak deze. Nee? Wat is. Ik wil deze. Je weet niet eens wat het is of wat? Nee, maar het maakt mij niks uit. Ja, wat nog meer? Dit is ook... Nog meer dingen hier zo? Drone. Is dat ook een drone? Ook... Ja, maar jullie. Deze heb ik al. Ja, die heb je toch al? Waarom moet je dan maar nog een drone? Oké, denk wel goed naar Jesse, als je bent de 500 euro. Ja. Hey, lekker klaar! Je bent klaar? Ja! Oké. Echt, ik ben super benieuwd doen. Ik wil dat doen! Oké, jongens. Wat ben je aan het doen, man? Kijk dan. De kind is niet helemaal lekker hoor. Hallo. Baby. Oké, gaan we naar de kassa? Ja. Oké, jongens, is er dan echt helemaal niemand die dit wil? Nee.
Die kan echt vliegen, hè? Jawel, 100%. Ja. 100%. Je moet je een pip geven en dan moet je hem op. Kijk, dan druk je hierop en dan stijgt hij omhoog. Zie je pip zo. Ah. Dan gaan we nu naar de kassa. Ja. Neem je eigen mandje mee. Ik neem deze box mee. Wat vind jij nou, oké, naast de DJ set, wat vind je nou het leukste wat je hebt gehaald van al die spullen? De DJ box, ja! Ja, maar daarnaast. Dan vind ik het de eenhoorn. Echt waar? Ja. Ik vind, van jou vind ik deze echt het leukste. Die vind ik echt mega leuk. En wat vind jij naast de DJ box het leukste? Deze laser game. Deze bedoel je? Ja. Ja, die is echt gruwelijk vet. Mag ik hier nog op zitten? Ja, ga even lekker op zitten hier. Kom, st. En dan komen ze aan. Ik denk de DJ staat voor mij. Ja. Oké, okay, Sam, gaat het lukken? Nee. Even, ja, Dylan. Yes. En ik heb zeg maar hier nog een set. Die hoort er dan ook bij. Zo, nou, dat gaat lekker geld. €150 en €20. Dat moet ik ook wel zijn. 75 euro. Weinig. €13. Hoe kan ik dat 12 weinig? Euro? Weinig? Je hebt het altijd weinig gewoon. 23 van die kleine knuffeltjes als jij. Weinig. Wat moet je daarmee? Nou krijg je het eindtotaal te horen. Ja. Hoeveel jesse? €600,70. €600,70? Dat kan ik niet. Wow. Maar goed, als Jesse nu meer heeft dan jou, dan heb jij gewonnen, Sam. Dat is, oh, ja, oh, ja. Jesse, wat denk jij? Heb je minder dan €600? Nee, maar ik heb ook die box. Oh, en, oh sorry, en die moet er dan ook nog een keer bij, ja. Oké, Jesse, pijltjes hebben we. Een van de drone, waarvan je niet wist wat het was. Nerfgeweer. Weinig, €1,50. Wat, die nerfpistool? €1,50 voor een nerfpistool. Ja. Oh, nou dan gaan we kijken. Oké, Jesse. Dus het moet meer dan of minder dan €600 zijn. Ja, ik heb meer, ik heb gewonnen. Jij hebt gewonnen, denk je? Ja. Oké, dan gaan we krijgen. 521. Ik heb Jesse heeft gewonnen! Jesse, wow! Ah, Sammetje. Maar jij hebt met een snoep gewonnen, is ook vet. Snoep! Vorige keer €521,90. High five, vriend. Je hebt gewonnen. Woe. Sam, die houdt deze tas vast. Jesse, die helpt mij. Nu hebben we nog een tas, die moet ze direct op gaan halen. Ja. Oké, okay, en til hem maar. Zo, Sam, zijn we goed bezig met die, Sam? Ja. Zie, Jesse. Dit is de bakje. Het maakt te veel lawaai. Ik hoor niet wat je zegt, maakt te veel lawaai. Ja, ja. Oké, okay, jongens, nou dat was het. Ja. Jesse, je hebt gewonnen. Ja. Dus nu heeft Sam een keer gewonnen. Nu heb Jesse een keer gewonnen. Waar gaan we de volgende keer deze challenge doen? Voor €1,000 in ieder geval. Hou geen geld meer over, hè, vriend. We laten het er dan over. Laat op Instagram weten, apenstaartje, YouTubers, laagstreepje, de bakketjes. Waar jullie vinden dat wij de volgende keer zo'n challenge moeten gaan doen. We hebben nou een keer snoep gedaan. We gaan niet in China. Wat hè? China. Nee, China is te ver weg. Ja. Bedankt voor het kijken. Als je nog geen abonnee bent, zeker abonneren. En tot de volgende keer. Doei! Doei!